uitkijker geblazen op de Ambachtsweg in Nijmegen. Daar ontbreekt een waarschuwingspaaltje op een middenberm. Het paaltje moet het naderende verkeer waarschuwen voor twee verkeersdrempels die daar liggen. Nu het paaltje er niet meer staat, kunnen automobilisten geen vaart minderen om met gepaste snelheid over de drempels te rijden. En dat heeft inmiddels geleid tot schade. Twee automobilisten hebben een klapband opgelopen doordat ze de middenberm raakten of met volle snelheid over de drempel reden. De politie is inmiddels op de hoogte van de situatie en zou, aldus een van de bestuurders, actie ondernemen. Vooralsnog is dat niet gebeurd. En het paaltje, dat ligt naast de weg, in de struiken.